beste mensen van het schoolleven. Mijn naam is Dardro. Welkom op mijn YouTube-kanaal. Bedankt om erbij te zijn. Blauw duimpjes omhoog ga ik nog niet vragen. Doe het pas als je de video hebt gecheckt. Of als je mij al kent, dan mocht je het uiteraard al wel doen. En als je me nog niet kent en je zegt van Dardro, dat is een toffe cat. Ik wil meer content van hem zien. Ga dan naar beneden hier en klik op de sub-button. Volg gewoon op mijn YouTube-kanaal voor de toekomstige content hier op YouTube. Ik was aan het streamen op mijn Twitch-kanaal. Voor de mensen die nog niet weten dat ik livestream op Twitch, jawel, Dardro op Twitch TV. Ga even checken en volg even, superfijn. Elke dag live, 2 rustdagen in de week. Maar ik laat op mijn Discord-server weten wanneer wij live zijn en wanneer wij rustdag hebben. Bij deze even vermeld. Maar ik was dus aan het streamen en ik was Just Chatting aan het doen. Ik had een Just Chatting stream, doe ik tegenwoordig ook wel vaker, waar ik enorm veel plezier aan heb. En we waren YouTube aan het checken. En op YouTube waren we iets heel fijn tegengekomen, waarvan ik dacht, hier moet ik gewoon en zal ik gewoon een video van maken voor de mensen hier op YouTube. Want voor jullie maak ik uiteraard ook nog elke week op zaterdag om 4 uur content. Dus bij deze, hier gaan we. Man bij het hond. Het is iets ouds. Het is typisch Belgisch, dat merk je wel aan de manier van filmen. Maar ik denk dat er een nieuwe serie aankomt van Dardro. De Man bij het Hond serie. Het kan niet anders. Je moet gewoon eens kijken naar deze mensen. Ze bestaan, echt waar. Het zijn Belgen. Ik ben er niet trots op. Het zijn Belgen. Ja, het zijn Belgen. Kijk gewoon even mee. Oh ja, trouwens, als jullie op de achtergrond Kalippe horen kwieten, het is even kwaad omdat ik er naar kot heb gestoken, want ik ging een video opnemen, maar stil zijn, dat zit er nog niet in. Dus mijn excuus is alvast, als jij kwee 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 hoort, dat is een Kalippo in haar kot. Oké, hier gaan we. Je familie kan je niet kiezen, maar je naam tegenwoordig wel. Want wie voor Jan Lul staat met zijn achternaam, kan dat voor €490 laten veranderen. Iets wat steeds meer Belgen doen, meldde vandaag La Dernière Heure, al denkt niet elke pietsnot er zo over. Want zelfs al stoten bepaalde namen meer dan anderen op ingehouden gegniffel of uitbundige proest, wie trots is op zijn geslacht, draagt zijn naam met faam. Echt waar? Wat er nu gaat komen? Dat kan echt niet. Ik ben nu al aan het lachen. Dit kan niet, echt waar. Ik dacht, België heeft toch al heel veel laten zien op vlak van humor. Maar ik hoop dat dit humor is, maar ik vrees ervoor. Ik denk gewoon dat die mensen echt zo zijn. Maar ja, dit kan gewoon niet, hè. Als nu mensen vragen van waar kom je, van welk land, dan zeg ik weet het niet. Ik ben het vergeten, echt waar. Ik ben niet meer trots dat ik Belg ben. Kijk hoe, echt waar. Oprecht, dit gaat erover. De volledige naam is dus Eddy Louise Maurice Poep. Poep. Ik persoonlijk heb er geen problemen mee. Want de naam Poep, dat komt nogal een beetje bij sommige mensen moeilijk over. Ik heet mevrouw van Kutlusje. Ik vind mijn naam goed. Te zeldzaam. Ik ben Freddy de Neuter. Te zeldzaam. Ik vind mijn naam goed. Te zeldzaam. Ze hebben Eddie Poep. Lucien van Kut. Ik bedoel, Lucien van Kut. En we hebben nu Freddy de Neuker. Kelly, met zijn neus. Allee, maat. Oké, Freddy de Neuker, de slager van de buurt. Hier hebben we hem. Kijk. Ik vind mijn naam wel redelijk tof. Ik ben er eigenlijk fier op. En mag gehoord worden. En de Neuker, waarom niet? Mijn naam is Karin Hoeren. Karin Hoeren! Stel je voor, vroeger op school, hè, vroeger op school. Ja, ik kan spelen bij hoeren. Oeh, waarom wil je niet met hoeren spelen? Ja! Nee, ik heb weer het nieuw. Kijk, een kar in hoeren. Dat kan niet. Stel je voor, die haalt haar rijbewijs op haar 18 jaar. Ja, een kar in hoeren. Dat kan echt niet eens. Ik ben van Duitse afkomst. En hier in België wordt mijn naam nogal vreemd geïnterpreteerd. En ik heb er wel soms problemen mee gehad. Van kut. Dat staat er echt op.
Nog met de hoofdletter van kut. Lucien, ja ja, hier hebben ze. Ja ja. Het is van Oost, hè. Ja ja. Ze zijn de meeste... Is, niet altijd... Mensen van... ...leven gemakkelijk. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis, als je dan opgeroepen wordt. Vooral kinderen onder elkaar, dus... dan krijg je van alles zo'n bekken, van poep en poeper en scheider. Maar van poeper wordt het naar kakker en naar scheider. Dat evolueert wel. Maar wacht, beeld u even in dat jij dus als kind, vroeger, op school, je naam moest leren schrijven. En jij noemt Eddie Poep of Lucien van Kut. Dat wordt je toch... Eigenlijk, ik lach er nu mee, maar eigenlijk is dat wel erg. Echt waar. Als mijn ouders mij hadden gemaakt en ik noemde Lorenzo Hoere, of Lorenzo van Kut, of Lorenzo Poep, ik had dat kwalijk genomen. Je plant het toch niet voort? Van Kut, Hoere, lijstig, maar dat gaat toch niet? Of je zorgt dat je naam verandert voordat je voorplant, maar dat is toch... Je weet sowieso, je kind wordt gepest. Dat kan niet anders, dat kan niet anders. Kijk hier, Lucien van Kut, toch gaar, maar ze is hier zitten. Als de zender hoorde dat ook. Kutwijf. Wacht, hè. Op de Hollandse zender hoorde dat ook. Kutwijf. Oh. En dan zeg ik, jongen, dat is wel mijn naam, hè. Dat vindt u lastig. Dat vind ik wel lastig. Ik want die Hollanders, die kunnen er iets af, hè. Hé, hey, die Hollanders die nu kijken, pas op, hè. Want Lucien van Kut kan er niet meer lachen, hè. Goh, jongens, dat kan toch niet, zeg. Alsjeblieft. België, larme Belgen. Hoezo? Ja, die gebruiken veel kut. Ja. Het ergste wat ik ooit meegemaakt heb, dat was met mijn vriendin, mijn vrouw dus. We lagen in de auto te vrijen en we waren op een... Beeld te win. Maar zijn bakken tegen de ruit, die een neus op die ruit. Hallo, Freddy de Neuker. Om de venster geklopt, ja, politie. En draai de venster af, gegeven de identiteitskaart. Ze kijken op een identiteitskaart, ze zeggen: de neuken. Ja, hoe kan dat anders? Ik zou lachen als fliksen. Ik vond zelf dat wel gemakkelijk. Als ze ergens mijn naam vragen, dan zeg ik meestal van: ik ben Eddie Poep en dat is een naam dat je niet gemakkelijk gaat vergeten. Nee, ja. Als ik dan, als ze al vragen, mevrouw, meestal stoppen ze even Karin en dan sta ik al op. Dus dat ik dan denk, ja, dan hoeven ze al de achternaam niet te zeggen, doen ze dan ook meestal niet. Ik ben gehuwd bij Nancy Thijs en dan gaf ik haar naam eigenlijk op als ik ergens een reservatie boekte. Omdat je zegt die naam de Neuker, dan zeggen ze, alsjeblieft, je zegt nog eens de Neuker. Dan zeggen ze spel is en dan zeggen ze gewoon Thijs. Dat verstaat iedereen. Dat verstaat iedereen. Ik vind mijn naam goed. Ja. Ik heb daar geen last af. Af? Nee. Wacht, opnieuw. Wacht, dat ken ik nog niet. Nee. Nee, wacht. Deze was het. Ik vind mijn naam goed. Ja. Ik heb daar geen last af. Ik heb daar geen last af. Wacht, even vertraagd, dan snap ik het. Mijn naam goed. Cool. Ik heb daar geen last af. Maar kijk, nee, Lucien. Ah wel, dat moet ook niet zagen en ook niet bij man bij het hond. Gaan met de camera's in je kot zitten dat jij het niet leuk vindt dat die Hollanders van kut veel gebruiken. Je hebt er geen last van, dus zwijgt, hè. Maar dan van kut? Nee. Ik heb er nooit aan gedacht mijn naam te veranderen. En ik zal dus nooit mijn naam veranderen. Ik heb dat gekregen van die vader, van zijn vader. En ik vind, die naam moet je me houden. Dat is waar. Freddy de Neuker die elke dag moet werken met worsten. Het zou zijn worst wezen, denk ik. Zelfs welke naam je hebt, je moet er fier op zijn. Ik ben nu 60 jaar met die naam door het leven gegaan. Ik denk niet dat ik hem ooit zal veranderen. Dat is trots, hè? U blijft meneer Poep. Ik blijf Eddie Poep, van u en tot altijd. Zie, hij is echt trots. Meneer Van Poep is echt trots dat hij meneer Van Poep heet. Hè? Hij blijft meneer Poep en is altijd meneer Poep blijven. Oké, man bij het hond, Lucien van Kut, Eddie Poep, Karin Hoeren en Freddy de Neuker. Als jullie
nog leuke ideeën hebben voor een filmpje te maken zoals dit van Man bij het Hond, stuur mij jouw favoriete Man bij het Hond video even door. Of laat het hieronder in de comments weten. Ik vind het echt heel leuk om te doen. Even reageren op andermans miserie. Dat is echt, eigenlijk is dat wel fijn, hè? Bij deze, ik vond dat super fijn om te doen. Ik ben weer wijzer geworden. Dat er mensen bestaan met een naam waarvan ik niet wist dat het bestond. Maar het bestaat. Ze zijn er trots op, ze hebben er geen probleem mee. Dus bij deze, als jullie zeggen van we willen nog een keer zo'n video zien van een Dardro waar een man bij het hond eventjes bekritiseert, laat het me weten. En dan mocht je nu wel blauwe duimpjes omhoog doen. Even op die subbutton klikken, dat belletje aanklikken. En dan zie ik jullie bij een volgende video. Volgende week zaterdag om 4 uur. En dan zeg ik zoals altijd, flex die biceps. Wat er nog van overschiet uiteraard. En joehoe!